Het imago van Almere is de laatste jaren flink verbeterd, blijkt uit onderzoek van de gemeente. En dat aanzien wordt nog beter als er geïnvesteerd wordt in hippe horeca, zegt een imagodeskundige. Ruim 100.000 euro. Dat is de opbrengst van het eerste kistje school bij de visveiling op Urk. Het geld gaat naar het Prinses Maxima Centrum. En met een graad of 10 moeten de meeste mensen er niet aan denken: zwemmen in een buitenzwembad. Maar enkele dappere mensen deden het wel bij het buitenzwembad in Zwifterband. Heerlijk, het viel echt mee. 19 graden is het beste doen. Het is maandag 3 mei, dit is Flevoland. Goedenavond, het imago van Almere is de laatste jaren aan een opmars bezig. 9 van de 10 Almeerders geven aan trots te zijn op hun stad. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. In het verleden werd Almere door de lezers van de Volkskrant verkozen tot de lelijkste stad van Nederland. Maar de inwoners van de stad zijn het daar niet mee eens. Nee, is niet waar. Er zijn wel meer lelijkere steden als hier. Nee hoor, er is niks mis mee. Die zijn nooit wezen komen kijken hier zo, denk ik. Die weten niet waarover ze praten. Echt niet. Almere is een mooie stad. Volgens imagodeskundige Zabet van Veen zijn er de laatste tijd allerlei ontwikkelingen geweest waardoor het imago van Almere is verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan de oplossingen die de stad kan bieden op het gebied van de woningnood in Nederland. Maar dat is niet alles. Ik denk zeker de ambitie van de gemeenteraad ook. Dat ze toch een visie en strategie hebben neergelegd vooruitkijkend op de toekomst. En daar zijn ze gewoon voortvarend mee aan de slag gegaan. Ook als je kijkt naar de slogan van het kan in Almere, nou, dat spreekt een hoop ambitie uit. En als je dat dan ook nog waar weet te maken, en de mensen gaan daarin mee. Want ja, nogmaals, de inwoners heb je echt nodig voor een positief imago. En samen kan dat heel goed lukken. Volgens Van Veen wordt vooral de ruimte en het woongenot goed gewaardeerd door de inwoners van de stad. En dat merk je ook op straat. Ik ben heel trots op Almere. Ja, ik ook. Wij fietsten bijvoorbeeld laatst. Wij richting Hout. Dat was heel mooi. En Almere Hout, Almere Haven. Ja, ik vind het echt een hele mooie stad. Ja. Almere is een mooie stad. Er zijn mooie bouwers. Er zijn allerlei soorten bouw. Als je hier niks kan vinden, dan kan je het nergens meer vinden, denk ik. Van Veen denkt dat het imago van Almere de komende jaren nog beter kan worden. Vooral wanneer de gemeente investeert in hippe horeca. Om ook voor studenten een fijne leefomgeving te creëren, moet er hippe horeca zijn, zegt Van Veen. Commissaris van de Koning Leen Verbeek zegt dat de provincie pas 3 jaar weet dat het gemeentearchief van Almere een puinhoop is. Dat is opmerkelijk, want uit stukken van diezelfde provincie blijkt dat de provincie het al veel langer weet. Intussen is de commissaris vooral tevreden over alle verbeteringen die de gemeente heeft doorgevoerd om het archief op orde te krijgen. De commissaris van de Koning zegt er dus niets van te weten dat het archief al 10 jaar een puinhoop is. Ik weet niet waar die vandaan komt. In 2018 hadden we de eerste keer gesprekken van dit gaat de verkeerde kant. Toen zag u als provincie in ieder geval... Toen gingen wij tegen de gemeente zeggen dit gaat de verkeerde kant op. Dat 2018 is geen 10 jaar geleden. De uitspraak van de commissaris is opmerkelijk. De provincie controleert de gemeente en in het inspectieverslag van 2013 staat duidelijk dat het archiefbeheer al in 2011 niet op orde was. Verbeek blijft erbij dat het dus pas sinds 2018 is. Toen zijn we in gesprek gegaan met Almere, daar hebben we procedures voor. Dat is een tijdje niet goed gegaan, dat ging eerder de verkeerde kant op. Maar sinds de burgemeester het heeft overgenomen, is er echt een kanteling gekomen in de aanpak. Dat het archief goed op orde is, is belangrijk om later te kunnen uitzoeken hoe bepaald beleid gemaakt is. Nu de burgemeester zich bemoeit met het archief, is er geld vrijgemaakt en zijn er mensen opgezet om orde op zaken te stellen. Maar er moet nog veel gebeuren. We blijven met elkaar in gesprek. We hebben in het laatste bestuurlijk overleg afgesproken dat we in oktober weer bij elkaar komen in de afspraak. Maar ook wel in de veronderstelling dat er dan drastische verbeteringen zichtbaar zijn. De gemeente beloofde al eerder de problemen op te lossen. Toch heeft commissaris Van de Koning er vertrouwen in dat het nu wel goed komt. Als in het volgende overleg in oktober blijkt dat het archief toch niet op orde is, gaat de provincie ingrijpen. In het wettelijke model, de interventieladder die we hebben, is het denkbaar dat je als provincie zegt het wordt me te grijs. Ik ga ingrijpen. Dat betekent dat wij zelf mensen gaan inhuren die het op orde moeten maken. Maar met de kennis die we nu hebben, geloof ik niet dat dat er in oktober van komt. Behalve de gemeente Noordoostpolder hebben de andere gemeenten in Flevoland het archief ook niet volledig op orde. Maar zo zegt Verbeek, het is daar niet zo mis als het bij Almere was.
Je moet ook begrijpen dat organisaties altijd in ontwikkeling zijn. Dus er doen zich altijd vraagstukken op dat vlak voor. Er is altijd een periode dat je wat verder bent met het opbergen van je stukken en periodes dat je wat achterstand hebt. Dat wordt vrij nauwkeurig gemonitord door de provincie, dus wij hebben daar goed zicht op. Gemeentes krijgen daar ook elk jaar van ons een rapportage over. En u moet zich voorstellen dat dat toch een type rapportages zijn die dan zeggen, nou, wij kunnen vrij goed benoemen waar het goed gaat, waar het minder goed gaat. Maar het is niet zorgelijk in de zin dat we, ik zal maar zeggen, dreigen met ingrijpen. Dat hebben we vorig jaar bij Almere wel gedaan. We zeiden, nou, als u nou niet echt op het goede pad komt, dan dwingt u ons om onze verantwoordelijkheid te nemen. Maar nogmaals, dat is inmiddels is dat moment wel weer gepasseerd. Smart phishing heeft de toekomst. Dat zegt Urker Lauwe Post, die een systeem ontwikkelde om te vissen met behulp van data. Het is een nieuwe manier om met computers, grafieken, cijfers en berekeningen vis te vangen, in plaats van met ervaring en gevoel. Vissen is vooral gebaseerd op praktijkervaring. De kneepjes van het vak worden van oudsher overgedragen van vader op zoon. Maar volgens Post kan het efficiënter en rendabeler als de visserman durft te vertrouwen op computers. Het systeem doet een reële kans of een inschatting van waar vis zich bijvoorbeeld zou bevinden. En als je op basis van eigen ervaring denkt, nou dat zou wel niet, en het blijkt dan achteraf toch zo te zijn, dan ga je al steeds meer in het systeem. En dan ga je al steeds meer denken van, joh, er zit toch wel een redelijke kans in. Dus u denkt eigenlijk van, nou ja, door ermee te gaan werken gaat de visserman wel om? Ja, ja, het is een stuk bewustwording wat wij creëren door inzicht te geven in verschillende processen. Alle informatie wordt weergegeven in een nieuw dashboard, zoals Post het noemt. Schepen beschikken vaak al over veel gegevens. De kunst is om die aan elkaar te koppelen. Het wordt nu getest met de Kotter Z300. Nou, alle datastromen die aanwezig zijn aan boord halen we binnen. Maar dat gaat dus bijvoorbeeld over de technische staat van de motor, de temperaturen, de drukken, het gasolieverbruik. Alle data omtrent de vangsten, de soorten vis, de kilo's vis, waar de vis gevangen is. De geografische data, dus de weersomstandigheden. En we kunnen dat verrijken met allerlei soorten data, zoals de getijstromen, de maanstanden. Het gaat heel ver, de financiële data. Het programma wordt ontwikkeld door jonge Urker-programmeurs zoals Niels Post, die in een cyberomgeving met overal schermen aan het werk is. Zijn wereld bestaat uit cijfers die omgezet moeten worden in leesbare informatie. Dus er kunnen grafieken uitkomen, bijvoorbeeld de visprijzenstijging of hoeveel het visruim waard is, dus hoeveel vis dat je hebt in je schip eigenlijk waard is. En allerlei inzichten, bijvoorbeeld waar het schip nu is, of heatmaps van diepte. Dus dat is allemaal real-time vanaf de zee. En dan kun je ook gewoon het verleden kijken en vergelijken met hoe het eerst was. Het systeem is na een jaar ontwikkelen nu klaar om de markt op te gaan. Of de visserman op de computer gaat vertrouwen of vasthoudt aan het eeuwenoude systeem van kennisoverdracht van vader op zoon, dat moet blijken. Buitenzwembad De Abele in Zwifterband is na maanden weer geopend. Het was vanochtend behoorlijk fris om baantjes te trekken. Desondanks trotseerden zo'n 10 mensen de kou en namen een duik in het water. Er staat amper een zonnetje en echt warm is het met 9 graden ook niet. Toch waren er enkele mensen die vanochtend naar het buitenbad in Zwifterband kwamen om een frisse duik te nemen. Hey. Oh, yeah. Hey. Oh, zo, we liggen weer. Oh. Er is dan ook voor gezorgd dat het water niet al te koud is, maar goed op temperatuur. Het is 19 graden en dat is aan het begin van het seizoen koud, maar goed te doen. Een meisje dat al een paar baantjes getrokken heeft, vindt het heerlijk. Is niet veel te koud zwemmen nu? Nee, dat valt wel mee eigenlijk. De eerste baan was een beetje koud, maar als je dan hebt gezwommen en je bent weer opgewarmd, dan gaat het wel hoor. Wat is nou het bijzondere aan buiten zwemmen? Ik bedoel, je kan toch net zo goed overdekt zwemmen of niet? Nou, je bent in de open lucht en er gebeuren andere dingen om je heen dan wanneer je binnen bent hoor. Andere dingen, wat zo? Vliegen vogels langs. En de sfeer buiten is altijd anders dan binnen. Vandaag zijn er nog niet zoveel mensen. Dat mag ook niet vanwege corona. Maar als het drukker wordt, gaat Eckel wel maatregelen treffen. We bieden nu alleen banenzwemmen aan. Dus we zwemmen hier van 9 tot 10:30. En dan mogen we 30 bezoekers kunnen we hier kwijt. Ja, dat halen we. Maar in de ochtendshifterband komen we daar niet aan. Dus wat dat betreft hebben we niet echt heel veel maatregelen hoeven nemen. Kijk, als we dadelijk ook weer recreatiezwem mogen aanbieden en er komen ook overdag veel meer mensen, dan zullen we echt wel wat meer maatregelen moeten nemen als het gaat om een richtingsverkeer en een goede routing om de groepen ook uit elkaar te kunnen houden. Maar daar is nu nog geen sprake van.
Het groepje mensen dat vanochtend kwam zwemmen heeft in ieder geval genoten van een duik in het buitenbad. Heerlijk, het viel echt mee. 19 graden is het best te doen. Maar nu wel snel de handdoek om. Ja, de boven is te kouder zoals in het water. Ja. Bent u er morgen weer? Elke dag. En morgen mogen we 2 keer. Morgenavond nog een keer. Neem je zelf nog een duik? Vandaag niet. Nee, ik ga wel een duik nemen, zeker, maar niet vandaag. Ik wacht even tot het ietsje warmer is. Op de visafslag van Urk is vanochtend binnen een uur meer dan 100.000 euro opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Het geld werd ingezameld met de symbolische veiling van een kistje school. Het bedrag gaat naar het Prinses Maxima Centrum dat kinderen met leukemie behandelt. Het gaat om kinderen zoals Jacqueline de Boer. Deze kleine, 6-jarige Urkse vecht tegen leukemie. Het dorp leeft mee en is daardoor extra gedreven om veel geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte. Het is 108.500 is het bedrag geworden. We zijn gewoon helemaal sprakeloos. We zijn zo dankbaar dat dit gerealiseerd is. Het is gewoon geweldig in één woord. Hendrik Romkes is zelf grootvader van Luc. Een jongetje van 2 dat eveneens leukemie heeft. Ook hij staat onder behandeling bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Vorige week waren we in het ziekenhuis en dan het personeel dat benadert je van jullie zijn van die actie. En dat gaat gewoon, het leeft zoals het op Urk leeft, leeft het in Utrecht en het PMC leeft het ook. Maar hoe blij de gezinnen De Boer en Romkes ook met het opgehaalde geld zijn, er is helaas een schaduwzijde. Ja, we hebben vorige week de mededeling gekregen dat bij Jacqueline de leukemie terug is gekomen. En dat is voor de familie weer een hele zware slag. En dan heb ik ook gezegd van, dan draait het niet meer om geld. Gezondheid kun je niet kopen. En daarom heb ik een oproep gedaan, niet alleen met geld ondersteunen, maar ook met gebed. Wij geloven ook dat onze hemelse Vader ons die genezing kan geven en wil geven. En daarom was ook de oproep om ook niet alleen met geld ondersteunen, maar ook met gebed ondersteunen. Deze week herdenken we de oorlog en vieren we de vrijheid. Op Urk is de oorlog vastgelegd door Dirk de Boer. Dit is Dirk de Boer, een kantoormedewerker uit Noord-Holland. In de jaren 40 gaat hij naar Urk om daar te werken aan de bouw van gemaal Vissering. Hij neemt een filmcamera mee en legt het dagelijks leven in het vissersdorp vast. Het zijn unieke beelden van Urk in oorlogstijd. Jarenlang lagen de filmblikken op zolder. Nu, na 80 jaar, is de film voor het eerst te zien. En vandaag het eerste deel over de oude filmbeelden op Urk. Dirk de Boer is bij een bijzonder moment aanwezig in 1941. De begrafenis van een Poolse boordschutter. Urk was een, net een eiland geweest. Het was eiland af, zoals dat zeggen. Wat je dan nog ziet van bovenaf, hè, want daar gaat het om, is dat Urk echt een navigatiepunt, een markeringspunt is in de voormalig Zuiderzee. Dus voor die vliegeniers was dat een perfecte baken vanuit Engeland. Navigatiepunt Urk. En dan kwam het Roergebied. Kon je in één lijn kon je doorvliegen. Urk als markering voor geallieerde piloten. Een bekende route die ook op 9 mei 1941 werd gevlogen door een Wellington-bommenwerper. Aan boord zat de 25-jarige Pool Ludwig Kars. Het bleek zijn laatste vlucht te zijn. Ludwig Kask is een van die mannen die in een bommenwerper zat, was aangeschoten, toestel crashte in het IJsselmeer en het stoffelijk overschot werd gevonden en naar Urk overgebracht. Ludwig Kask wordt begraven op de begraafplaats naast het kerkje aan zee. Dirk de Boer was daarbij aanwezig en legde het vast met zijn filmcamera. Hilda Pruiksma is nu 95 jaar en woont een groot deel van haar leven op Urk. Als jonge vrouw maakt ze daar de oorlog mee. Oh, dat is een begrafenis van een piloot. En dan hadden we de dominee erbij. Die las dan wat uit de Engels, uit de Bijbel. En die deed dan een gebed. En dan werden ze begraven. Ik ben er vaak bij, tenminste toen het kon, ben ik er ook bij geweest, ja. Kunt u zich nog herinneren hoe dat eraan toe ging, zo'n begrafenis? Ja,
Nou ja, dat is 2 of 3 keer gebeurd dat er een hele lange urkenrijen allemaal achter die begrafenis aanliepen. Zodra die gekist is, wordt hij een dag later wordt hij begraven. Er is dan al een vliegenier eerder begraven. Daar wordt hij, in dat graf wordt hij bijgezet. En ja, dat is ergens hier op dit deel van het Urker Kerkhof. Als je die beelden ziet uit dat kerkhof, dat is al helemaal vol met mensen. Goed, een normale begrafenis is dat toch wel wat, minder. En wat je ziet is een stuk medeleven en een hulde die ze brengen aan deze vliegenier voor zijn aandeel in die oorlog. De begrafenis wordt geregeld door de Urkers zelf. Zij graven het gat en zorgen voor een lijkkist. Het is een superdure kist. Als ik hem zo bekeek met dat koperbeslag er dus dan aan, dat waren toch niet... Maar deze was echt wel, sprong er wel uit, wat je op die filmbeelden ziet. En wat zegt dat, dat er zoveel aandacht nou, is? Nou ja, dat ze daar ook wilden laten zien van, kijk, deze man die verdient het ook, dat, wat hij dus gedaan heeft. Hij komt voor onze bevrijding, komt hij hier naartoe. En op die manier willen wij daar ook uiting aan geven, dat hij op zo'n goed mogelijke manier en zo netjes mogelijk begraven wordt, ook in een dodelijke kist. En dat was een ergernis in de Duitse ogen natuurlijk. Dus die hebben dat toe een end aan gemaakt. Dit was toch wel een soort met uiting van, ja, toch een beetje een demonstratie van, oké, hoe of de gevoelens hier dan ook op Urk leefden, wat dat aangaat. Bijzonder is dus dat hier dus filmbeeld van is, want later verbiedt de Duitse bezetter dus ook die begrafenissen. En worden de stoffelijke overschotten niet meer op Urk begraven, maar worden ze gelijk per schip naar Amsterdam vervoerd, waar ze op de Nieuw-Oosterbegraafplaats begraven worden zonder publiek. Na de oorlog wordt Ludwig Kars herbegraven. Zijn laatste rustplek is nu begraafplaats Rusthof bij Amersfoort. De begrafenis van Ludwig Kars is het enige oorlogstafereel dat Dirk de Boer op Urk heeft gefilmd. De camera en de dure filmrollen bewaart de boer voor de bevrijding. Het verhaal van Ludwig Kars was dat. Morgen dan staan we stil bij hoe Dirk de Boer de eerste dag van de bevrijding op Urk heeft vastgelegd. En dit was Flevoland voor vandaag. Ik wens je een fijne avond en tot morgen.